Dag beste verraders en dag beste tunnelvisionairs. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDMTV. Ben je nieuw hier of heb jij je nog niet geabonneerd? Ram dan even op die abonneerknop, want bij 10.000 abonnees geef ik maar liefst 2 groene vrijstellingen weg. De verraders, die ga ik zo meteen nabespreken samen met Kreno, oftewel Corné. Dus ik zou zeggen, laten wij beginnen. Hartelijk welkom bij een nieuwe nabespreking zeg maar, van het programma De Verraders op RTL 4. Corné, welkom weer. Goedemorgen. Ja, deze aflevering had denk ik wel gewoon Sinan kunnen heten. Vind je ook niet? Nou, echt. Ja. Hij had wel een dikke vinger in de pap. Ja, precies. Jazeker. Ik denk niet dat de nabespreking dit keer heel erg lang gaat duren. Maar ik denk dat we ons voornamelijk gaan focussen zometeen op de ronde tafel en wat daarna eigenlijk gebeurt. Laten we eens even beginnen met de beginstand. En dat is dat Gabi Blazer inmiddels er niet meer is. Daan er inmiddels niet meer is. Aflevering 1, alle twee. Gert-Jan aan het begin van aflevering 2, die werd gelyncht. Edson, die werd weggestemd. Dus we beginnen deze aflevering in principe met 14 kandidaten. Maar natuurlijk beginnen we eigenlijk met 13. Want er is in de nacht weer iemand vermoord. Nou ja, zoals iedere aflevering beginnen we aan het ontbijt. En dan is het voor ons als kijker ook maar afwachten wie dat er afgevallen is. Maar ja, uiteindelijk komt het dan neer op, ik meen, Jurgen en Francis. Wie van de twee gaat er wel binnenkomen en wie dus niet. Ja, en dan kun je er eigenlijk al donder op zeggen dat dat Jurgen moet zijn. Want Francis, die houden ze er gewoon nog even in. Omdat dat... Die is lekker verdacht, ja. Ja, die is toch nog wel ergens verdacht bij mensen. Jurgen is vermoord in de nacht. Ergens snap ik het wel. Ook weer zo'n mega op de voorgrond type. Dat je denkt, ja jongens, jullie moeten wel uitkijken dat je straks niet alle personen die ook heel erg verdacht kunnen worden, moet je niet zorgen dat die er allemaal uitvliegen, nee. Want dan worden jullie gewoon verdacht straks. Nee, precies, ja. Nou ja, Jurgen komt dus niet opdagen bij het ontbijt. Dat valt Francis redelijk zwaar. Die is de vriendje kwijt, ja. Zegt ze dan. Ja. En Samantha, die zit meteen al goed eigenlijk. Want wat doet die, en dat is ontzettend slim, die kijkt op het moment dat Francis komt. Natuurlijk is ze ook wel blij van, oh Francis is er, oh shit, de Jurgen is afgevallen. Maar ja, eerst wie gaat, hoe reageert iedereen? Juist, hè? Juist. Die gaat kijken. Dat is echt heel slim. Ja, die gaat kijken naar de reactie. Dan blijkt toch inderdaad dat voor haar Diederik heel erg door de mand valt. Want die zit echt gewoon met een pokerface aan tafel. Ja, en dat is ook zo. Want alle radartjes in zijn hoofd gaan alle kanten op van oké, hoe ga ik zo meteen reageren? Maar eigenlijk moet je dat pas later doen. Eigenlijk moet je op dat moment moet je gewoon denken, oh, Jurgen is eruit. Oh. Ja, maar goed, hij kan er natuurlijk ook, stel dat er op door wordt gegaan, dan kan hij natuurlijk altijd zeggen van ja, dan begin ik gelijk te denken van, maar wie zou dat dan gedaan hebben? Ja, dat kan ook. Gaan we naar de opdracht, die niet heel erg bijzonder was, maar wel grappig op zich. We hebben het hier dan over Kees, Diederik en Shatilla. Ze moesten 10 paspoppen moesten ze aankleden. Ja. Zoals degene die die opdracht niet aan het doen waren. En dan moesten diegene moesten uiteindelijk gaan kijken, welke paspop ben ik? Nou, wat ik vond dat ze wel heel slim deden, is dat ze alleen maar kledingstukken aan de pop hingen waarvan ze dachten, dit is duidelijk die persoon. En voor de rest, niks op de pop. Heel duidelijk dus, te zien bij Abby natuurlijk, die muts. Dat was echt heel slim. En terwijl het is lastig bij een Loiza, die altijd in merkkleding loopt. Die komt eraan met vintage kleding. Ja, ziet er maar eens wat voor te vinden. Ik vind precies. Dat ze dat echt heel goed hebben gedaan. Ik had alleen die hoodie, had ik eerder ook bij Steven gedacht. Ik dacht, ervan uitgaande, wat kunnen we Steven aantrekken? Want inderdaad, Francis heeft alleen maar hoodies aan. Elke ochtend, bij elk ontbijt. Die zit in de hoodie-fase, zoals ze dan zelf zeiden. Ja. Nou ja, dat is ook echt zo. Dus dat ik klopt. Snapte wel dat ze Francis als een van de laatste overhielden, omdat die wat minder duidelijk was misschien dan de rest. Dus de kandidaten die ze kozen, ga maar staan bij de paspop waarvan jij denkt dat die als jou is aangekleed. Vond ik de volgorde vond ik op zich wel goed. Ik had in mijn hoofd, dacht ik, nou als je Steven Kazan als eerste pakt, die snapt dan meteen. Dat is een goocheljasje. En die hielden ze als laatste twee over. En toen dacht ik, nu moet je als eerste Francis pakken.
Want dan blijft sowieso... Francis, die vat dat wel. Ja. Want Francis denkt, ja, dat ding, dat hoort sowieso niet bij mij. Nee, sorry. Toen pakte ze Steven, die ging toch maar bij de hoodie staan. En toen zei hij ook later in zijn eigen, ja, biecht noem ik het maar even. Die zei ook, ja, mensen denken altijd dat goochelaars glitterjasjes hebben. Ja, dat is een vooroordeel wat gewoon niet klopt. En toen dacht ik, ja, daar heb je ook wel weer een punt. Dus ja. Dat is ook zo. Maar ja, goed, ga jij naar een carnavalskledingwinkel, gegarandeerd dat een goochelaars outfit zoiets is. Ja, dus absoluut. Ja. Ik snap dat wel. Ja, ik snap degene die de paspop hebben aangekleed, snap ik. Maar ja, ik snap Steven dan ook wel. Ja, dan is de opdracht geweest. Dan hebben ze voor het eerst niet 3, maar 2 zilverstaven verdiend. Nou, toch netjes. Ja, zeker. Dat brengt het aantal op 3, 6, 8. Ja. 8 zilverstaven. Goed gerekend, Sam. Nou, dank u. Dank u. Maar dan gebeurt er van alles en nog wat. Want eigenlijk is dat... De opdracht is klaar. En dan heb je nog 3/4 van de aflevering te gaan bijna. Dus dan denk je... Ja. Wat gaat er nog komen? Nou, Loiza, die opent de aanval op Sinan. Maar nog niet persoonlijk op Sinan. Maar die probeert mensen te ronselen om op Sinan te gaan stemmen. Want alles in haar schreeuwt Sinan. Nou, Sinan die neemt dan Abby in vertrouwen. Wat ik op zich ook wel begrijp. Want Sinan... Ja, maar dat schema. Mijn hemel. Die heeft het echt heel goed uitgedokt. Volgens mij heeft hij... Ja, alleen, volgens mij heeft hij er sowieso al 2 goed, hè? Ja. Hij zit op Diederik en op Kees, hè? Ja. Volgens mij heeft hij alleen Holly niet in de gaten. Ik snap ook wel dat Abby zegt, ja, maar ja, jij was ook een van die mensen die dan verkeerd stemde op dag 1 en op dag 2. Waarop Sinan zegt, dat klopt, maar dat was om te checken wat Diederik met mij zou doen. Wat een logische verklaring is, maar ik snap als Abby zijnde dat je dan denkt, ja, dit is wel heel makkelijk gepraat, Sinan, maar goed. Nou, Sinan zit dus echt ziek goed op Diederik. Dus ja, die is best gevaarlijk voor de verraders. En Diederik, die voelt dit al de hele aflevering, misschien al wel 2 afleveringen, voelt hij de ogen van Sinan in zijn rug prikken. En die weet, er gaat iets gebeuren. Oh, als ik het maar kan voorkomen. Nou, dan laat Sinan de bom barsten. Als ze met z'n allen in dat eetgedeelte, met een poefje en een stoeltje en een tafeltje, zijn ze wat aan het drinken. Dan komt Sinan heel heftig, zou ik ook gevonden hebben als ik daar kandidaat was geweest. Komt Sinan binnenlopen en die zegt, ik ga straks eens even de bom laten barsten. Nee, ja. ik heb het op 1 iemand gemunt. Nee, dat zul je nog wel zien. Maar het is al een flinke man. En het is ook nog eens een hele slimme man. En dat weet je, dat zie je aan hem, dat voel je aan hem. Ja, en die komt daar best wel nog net niet dreigend over, denk ik. Nog net niet. Nee. Nee, maar hij is zeer aanwezig. Hij komt wel met een heel steady verhaal. En als hij dan ook nog eens zegt van... Ja, jongens, als Diederik het niet blijkt te zijn... Dan mag je mij eruit stemmen. Ja. Nou, dat is echt een risico wat je dan neemt, ja. Hè? Ja, 300% correct. Met alles wat hij zegt, klopt. Stem Diederik weg. En ik ga jullie vertellen waarom. Dit is waarom. En als hij om wat voor rare reden dan ook toch geen verrader is... Dan koppel ik mijn lot aan Diederik en dan mogen jullie mij ofwel in de nacht vermoorden, ofwel in de volgende stemronde. Stem mij dat dan maar uit. Prima. Prima. Ben ik het 100% mee eens. Nou, als groep kun je dat gewoon riskeren. Want wat verlies je? Nou, ja. het enigste wat je kan verliezen is dat Diederik geen verrader is en dan stem je alsnog Sinan eruit. En dan is Sinan misschien dus wel een verrader. Nou, dat is het enige wat je... riskeert als groep. Waarom zou je dat niet doen? Ja, zo dom. Daarom vind ik het ook wel heel stoer als Diederik daarna zegt... hij wordt eigenlijk gedwongen om ook die keus te maken. En toen heeft hij ook inderdaad gezegd van... ja goed, hè, we stemmen Sinan eruit. En is hij geen verrader, dan mogen jullie vanmorgen op mij stemmen bij de ronde tafel. Maar dat zei hij niet. Tenzij ik vanavond vermoord word. Ja, maar dat zei hij niet meteen. Nee, dus nee. Ja, natuurlijk. En toen dacht ik ook, alles aan hem schreeuwt. Voor de mensen die het spelletje Weerwolven van Wakkerdam kennen, waar dit op gebaseerd is, dit hele programma. Het enige wat Diederik doet, op het moment dat Sinan hem aanvalt, dus met al die informatie die Sinan spuwt, zeg maar, is het enige wat Diederik doet, hem spiegelen. Dus zeggen, ja, maar jij hebt dat ook gedaan. Ja, maar jij deed dat ook.
Ja, maar wat jij nu tegen mij zegt, doe jij zelf ook. Dat is wat een wolf, een weerwolf, dus een wraak in dit spel, altijd doet. Als die heftig wordt aangevallen, dan geeft die gewoon letterlijk het terug. Ja. En dat noemen ze bij weerwolven, noemen ze dat kaatsen. Ja, jij bent dat kaatsen, dus jij zal wel een wolf zijn. En het lijkt wel alsof niemand dat gewoon doorheeft. Alsof iedereen, behalve Samantha. Samantha, die zat al vanaf het ontbijt een beetje naar Diederik te kijken natuurlijk. En die denkt, zie nou wat jij nu zegt. Dus stem op Diederik en als die het niet is, mag je mij eruit gooien. Dat is super logisch. Ja, daar moet ik wel in meegaan. Ik snap je, prima. En die stemt dus daarom wel op Diederik. En met haar geloof ik nog twee anderen of zo. Maar niet per se om die reden die Sinan dan zegt. Nee. En voor de rest is het Sinan links, Sinan rechts. Met af en toe één of twee keer nog Steven ertussen. Ja, nog steeds. Volgens mij twee keer. En dat waren Kees, allebei de verraders. Ja, Kees en Holly, dus, hè? Ja. Als ze slim zijn, dan gaan ze kijken van oké, wie is er niet meegegaan? Wie zit er naar een ander? Dan hebben ze het toch zo door. Dat lijkt mij ook, want ja. Ik heb weerwolven heb ik heel vaak gespeeld. Ik ben ook een keer een weerwolf. Ik ben bijna nooit weerwolf, maar ik ben twee keer wolf geweest. En een van die keren zaten we met 18 man zaten we te spelen. Nou, dat is behoorlijk wat. Waren we met drie wolven. In de tweede of de derde stemronde, alle wolven waren er nog. En toen ging de verdenking lichtelijk naar een van mijn medewolven. Dus een van de medeverraders zou je kunnen zeggen. Toen heb ik een pleidooi gehouden waarom een van mijn medeverraders dus een verrader zou moeten zijn. Dus ik heb die voor de bus gegooid. Express. En daar werd in meegegaan. Nou, dat wist ik, dat is een wolf. Dus we stemden er een wolf of een verrader uit. Toen heb ik keihard staan juichen. Yes, zie je wel, ik wist het. En toen zat niemand meer op mij. Nee. Want Sam die heeft ervoor gezorgd met zijn pleidooi dat die wolf verrader eruit is gegaan. Ik zie het ook nog wel gebeuren in de volgende of de daaropvolgende aflevering misschien wel, dat Kees en Holly op een bepaald punt Diederik voor de bus gaan gooien, want ze moeten haast wel. Ja, precies. Om zichzelf minder verdacht te maken. Ja, die kan moet ze op. Maar het zou natuurlijk ook wel heel grappig zijn als ze bijvoorbeeld Steven eruit zouden spelen met het vermoorden van de verrader. Of met de moord, zeg maar. Ja, ja. Want dan gaan mensen ook denken van, oh ja, maar hun zaten allebei op Steven, dus dan zal het wel niet. Ja, ja, want ze zijn nog steeds aan het nadenken van, oké, wie zit er allemaal op ons? Die moeten we erin houden. Ja. En dat ja. kun je de eerste twee of drie kun je dat zeggen en daarna wordt dat een patroon. Dus dan moet je daar heel erg mee uitkijken. Maar goed. Ja, precies. Bij weerwolven heb je toch helemaal niet zo uitgebreid dat je met elkaar gaat zitten praten van, oh, en die doet dit en die doet dit. Nou ja, dat, want ze zijn wel een hele dag bezig, letterlijk een hele dag bezig met een opdracht en nog wat te drinken en nog wat te eten. Dus dat zijn allemaal momenten waarop ze met elkaar daarover kunnen praten. En dat is inderdaad bij het spelletje weerwolven, het kaartspel weerwolven, is dat wel iets anders. Ja, dat klopt. Sinan wordt dus het vaakst genoemd. Sinan gaat eruit. We zien niet eens, of we horen niet eens dat hij zegt, ik ben een getuige. Maar we zien het gewoon aan iedereen zijn gezicht. Oh, iedereen begint. Ja, echt. Dat was wat. Ik zat eerst van, hè? Hoor ik nou niks? Hoor? Ja. Hè? Oh, het is zo gemaakt, maar het maakte niet uit. Want we weten natuurlijk dat hij geen verrader is. Nee, dus wat boeit het dat hij moet gaan zeggen, ik ben geen verrader, ik ben een getrouwe. Die reacties, fantastisch. Ja. Echt. Iedereen begint praktisch te janken. Ja. Barbara begint te janken en die weet echt niet meer wat ze nou nog moet doen. Wie dat ze nou nog moet vertrouwen. Waarom heb ik dit? Waarom ben ik hierin meegegaan? Loisa, nou ja, dat is toch een beetje de aanjager van laten we met z'n allen op Sinan gaan. Voor de ronde tafel nog, zeg maar. Ja. Het verbond van de meiden. Die wilde echt de heldin zijn, hè? Nou, volgens mij wilde die echt gewoon op dat moment wilde die door de grond zakken en door niemand even aangekeken worden, denk ik. Francis, die begon te huilen nog voordat Sinan eruit was gestemd, want die trok het gewoon niet meer. Holly, die is ook in tweestrijd over de eigen rol van, ja, dit is zo naar, weet je wel. Ja, en dan Francis, die zegt dan inderdaad, als dat allemaal gebeurd is en Sinan is er inmiddels dan al uit, dan zegt Francis nog tegen Diederik, wanneer ze een wijntje gaan pakken of een drankje gaan pakken, ik hoop dat de verraders mij vermoorden, want ik trek dit niet meer. En toen dacht ik, nou, dat is duidelijk. Maar dan komt het conclaaf
Ja, dan gaan ze los. Dan gaan ze helemaal los. Ja, dus ja dan ze weten ze... dat Samantha moeten ze er niet uithalen. Want nee, want die zit vol op die drink. Als ze die gaan vermoorden, ja, dan is het voor de rest natuurlijk hartstikke duidelijk. Ja, want dan is het klaar. Want zij heeft ook verteld dat zij heel erg op Diederik zit. Ja, dan is het klaar. Dus Samantha op Diederik, die niet. Barbara, daar hebben ze het best wel veel over. Vanwege haar invloed op het meidenclubje. Ja. En die zit totaal niet op Diederik. Dus nou, dat zou een mogelijke optie zijn. Nou, Holly, die pleit heel erg. Jongens, onderschat Abby alsjeblieft niet. Want Abby is... ik vind Abby heel gevaarlijk, zegt Holly dan. Haar blikken en hoe ze naar mij kijkt. En die heeft er eigenlijk ook een beetje voor gezorgd dat Edson in de vorige aflevering is afgevallen. Ja, 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 ja. Dat meidengroepje, dat meidenverbond, waar er inmiddels 5 in zitten met Holly meegerekend. Ja, die worden veel te sterk. Ja. Die hoeven onderling maar te zeggen van vanavond gaan we op die. En dan is dat zaadje al geplant. En dan, ja. En dan waarschijnlijk gebeurt dat ook wel. Dan wordt nog Kim en Shatilla worden dan nog genoemd. Waarop Kees weer zegt, ja maar Shatilla zit vol op Diederik. Dus dat moet dat je ook absoluut nee. niet doen. Dus dan weten we in ieder geval. Want ze zeggen uiteindelijk alle drie. Er moet sowieso een vrouw uit. Ja. Nou, dat is één ding waar we vrij zeker nu vanuit kunnen gaan. Is dat ze een vrouw vermoorden. Nou, weet je, ik weet wie eruit gaat. Oh. Loisa, omdat die totaal niet is genoemd in dit praatje tussen de verraders. Dus als ze dan volgende week de aflevering starten, dan denk je van, ja, daar hebben ze het helemaal niet over gehad. Bam, zij eruit. Laat ons eventjes in de reacties hieronder, laat ons eventjes weten wie jij denkt dat er in de volgende aflevering niet aan het ontbijt verschijnt. Loisa schrijf je als Loiza. Dan zouden wij heel graag zeggen... Slaap zacht en tot de volgende nacht.